Yo, kijkers van Online Games en welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator. Neem het je zeven goed jongens, ik wil jullie even een mededeling zeggen. Zoals jullie misschien hebben meegemaakt is er op woensdag om 16:30 en om 17:13 een intro gekomen, maar zoals je ziet, het is helemaal verneukt. Moet ik het wel zeggen. Ja, het is niet helemaal goed gegaan, dus daarom de komende paar dagen even geen intro, want ik ga er zo... Ik ga er heel hard aan werken om dat wel voor elkaar te krijgen. Ja, het moet toch gewoon lukken. Het moet gewoon lukken. Want de video is zelfs kleiner geworden. Het beeld is sowieso wat kleiner. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dus dan weet je ervan. Ik ga er in ieder geval heel hard aan werken. Maar goed. Daarmee moeten we even wegzetten wat er is gebeurd. Het is gebeurd. Het is gedaan. Wat we wel gaan doen is vandaag natuurlijk een lekkere aflevering van Farming Simulator 17 doen. Die gaan wij natuurlijk gewoon weer eerlijk doen. Gaan we er gewoon mee, lekker mee aan de slag. Ik heb behoorlijk veel zin in. Ik hoop jullie ook. Jawel, goed. Ja, goed. Nou, we kunnen al meteen op A klikken. Goed. Ja, we staan hier. We hebben natuurlijk wat dingen gekocht. Maar wat ik ook nodig heb in de winkel... Dat zijn... Even kijken. Waar die staan. Pallets, gewichte auto's. Plaatsbare objecten, juist. Dit is alles hoe je zo'n kunt maken. Dus we pakken die. Zet die hier zo neer. Oké. Okay. Ik ga eens even kijken. Yes. Jij was hiermee bezig. Jij bent nog niet helemaal klaar. Dus als we jou... Dan wordt dit gewoon weer verder ingezaaid. En dan gaan we heel veel... Als ik nou... Deze loskappen. Dan ga ik die hier uit. Kijk. Want het ding is behoorlijk smerig. Oh ja. Kijk, dan gaan we deze heel even... Net te maken. Kijk, zie je? Ziet er veel beter uit. Oké, deze is gedaan. Deze ook doen. Ja. Zo. Het maakt niet uit waar je die doet. Het wordt toch... Het blijft gewoon zo. Het maakt niet uit waar je het doet. En deze is trouwens van New Holland. Dat is best wel goed merk hoor. Maar toch nog altijd goed kijken. Oké. Okay. Dan gaan we dit ding aankoppelen. Zetten we dit ding terug waar die hoort. Dit ding is allemaal ingezaaid. Prima. Oh,
Als we nou even zorgen dat we deze ook hier neerzetten. Dan zorg ik gewoon voor dat we ja, deze losmaken. Is dat nog een kar of niet? Juist, kijk, die moet ook nog. Dus als ik jou nu achteruit zet, naar achter jij, naar achteren, naar achteren, naar achteren. Doe ik deze ook. Nou, deze is niet zo heel vies. Vat reus mee. Deze vat ook wel mee. Zo. Oké. Prima. Dan ga ik heel even met mijn auto naar de winkel, want ik geloof dat we iets hadden gekocht, of niet? Dan gaan we daar nu even heen en dan gaan we even kijken. En dan moeten we naar rechts, want daar staat helemaal winkel op, zo. Oh, dat bord hoeft niet kapot. Oké, dan gaan we eens even kijken. Hier is het. Juist. Dat is dit ding. Maar dat kunnen we niet zo meenemen, of wel? Ik denk het niet. We kunnen wel proberen, maar nee, dan moeten we echt met een tractor komen. Oké. Oh, je kunt niet mensen. En dan zitten we vast. Ik dacht, je kunt die weer plat rijden, maar niet. Oké. Tussen 23 en 24 moet ik geen. Oké. Ik weet wel ongeveer waar het is, tussen 23 en 24. Dus dan zul je zeggen dat je daar meteen hier zo naar links moet. Dus we moeten daarheen, dus we kunnen ook gewoon zo gaan rijden. Oh. Oké.
Hier is het. Dan moet ik eigenlijk dan. Dan moet ik daarin en dan moet ik dat ding pakken. Oké. Laten we dat dan maar even doen. Ik hoop dat. Hey, ook ben ik klaar bij nummertje 14. Misschien kunnen we dan nog wat al gaan doen. Goed. Laten we daarheen gaan rijden. Zou wel even duren. Ja joh. Rijd die postbus maar om. Oké. Okay. Maar ja, qua intro gaat niet helemaal goed. Ik ben heel blij dat ik die andere video's nog allemaal losse video's heb bewaard. Dus. Maar goed dat ik erachter ben gekomen, hè. En dat is natuurlijk niet de bedoeling dat wel intro, maar hele slechte video's. Want die intro was ook heel slecht. Dat is bijna gewoon niet te lezen. Daar moet ik dus wel echt wat aan gaan doen. Rijdt trouwens wel goed. Ah ja, ja. Nee, daarmee ga ik echt in het weekend ga ik er echt iets aan gaan doen. Het beste is op de zaterdag dat ik de hele dag daarmee bezig hou. Dan moet het gewoon goed komen. Het is vandaag niet bij mij woensdag, dus ik loop altijd 2 dagen voor, vind ik zelf fijner. Dus moet je nagaan dat ik dus op maandag de video's heb gemaakt die eigenlijk op woensdag komen. En nou weet ik niet, dat ding moet aan de achterkant geloof ik. Want als het aan de voorkant is moet ik zo'n... En die zou hier neer moeten staan. Of juist andersom. Kan natuurlijk ook, maar via zo of... Kijk, dan moet je juist een andere kant doen. Want hier moet hij juist bevestigen. Ik heb hem. Laat het trouwens dan ook even. Hier in gaan staan. Want dan kun je hem meteen. Overkopen. Voorlader. Het beste is met banden. Ja. Goed is, hebben we nu betere banden en dingen. Oh, je ziet, daar zit zo'n knikje. Dit haakje. Dat zat er eerst niet, zie je? Dus nu kunnen we dat ding. Oh, oh. Huh? Die zit gewoon los. Kijk, je moet eerst je werk, denk ik,
Vellen, oké. Jo, mevrouw. Rijd er maar dwars doorheen, ja. En nou kunnen we... Gewoon hem omhoog. Ook helemaal omlaag. Sproeier laten zakken. Sproeier uitkomen. Kijk hoe veel dat hij kan. Nou. Hij kan wel wat hoor. Dan heb je eigenlijk gewoon de hele weg voor jezelf. Yo, niemand komt er doorheen. Ik denk het van niet. Nee, maar dat is wel mooi. Goeie heffen. Zo. Goed, mooi. Dan moeten we ook dat ding even terug doen. En dan gaat het dinsdag hiermee aan de slag al meteen. We moeten eerst dat ding vullen. Dus laat sowieso ook nu meteen dat ding gaan vullen. Dat is denk ik het beste. Want dan gaat de oogst natuurlijk wat sneller en krijg je meer verdiend. Dus dan moeten we even naar onze dingen. Zie je allemaal? Oké. Hier kun je het zo allemaal vullen. Goeie bijvullen. Kijk, nu is hij helemaal bijgevuld. Dan gaan we daar binnenkort maar aan de slag. En de meneer bij nummertje 14 is klaar. Althans, ik zie hem niet meer. Dus hij zou wel klaar zijn. Kijk. Dan zit er dit ding daar hier langs. Nee, we hebben deze toch dinsdag nodig. Dus ik zet jou gewoon even hier neer. Hij is helemaal niet klaar. Wat doet hij hier? Zullen we dit kleine stuk dan maar even zelf gaan doen? Ja, laten we dat dan maar doen. Als ik recht kan. Staat hij nu aan? Ja, ja. Ik hoop dat ik allemaal recht ga. Dat ik hier dus niks. Oké. Okay. Hij bemest zelf ook al. Dus. Oké. Okay.
Volgens mij zijn we daar een piepklein stukje vergeten. Gaan we niet echt helemaal recht. Maar boeit. Doen we dit gewoon lekker af vanzelf, joh. Ah ja, zie je? Maakt mij niet zoveel uit. Een laatste stukje. Kijk, we moeten toch sowieso nog een piepklein stukje hierheen. Oké. Een heel klein stukje nog. Dat we zoveel, niet zoveel mogelijk op het gras. Zo, misschien even. Oh kijk, het groeit al daar. Wauw. Ah, je ziet ook een andere kleur. Dus als dit een stuk gegroeid is, deze kan natuurlijk weer gaan bemest worden. Oké. Nummertje 15, is die al gedaan? Ik ga even zo zien. Dat groen is al aan het groeien. En ik sta nu bij 15. Dus deze mag ook nog een keertje gezaaid worden. Oké, dan doen we dat dinsdag. Goed, dan ga ik het maar hier eens bij laten. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot dinsdag dan maar weer, jongens. Mazzel!